dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Verklaar en beloof u. Dank u wel. Dan ben ik als eerste van harte gefeliciteerd. Ik ben Veuring, hoe lang blijft u raadslid? Ik blijf 5 maanden lang raadslid. Mevrouw Veuring is er voor 5 maanden uit voor een studieopdracht in Ierland. Wat zijn uw verwachtingen? Nou, ik draai al heel wat jaren mee. Ik ben de hele tijd ook raadsopvolger geweest. Dus ja, goed, net zoals vanavond, dat is iets dat komt me dan net voor de weg. Dus dan heb ik mijn eigen medespeech te pakken. Maar dat zijn zaken die dat is politiek bedrijven, de zaak nakijken. En proberen het zo goed mogelijk voor Almelo te doen. En dat is ook het uitgangspunt van Lokaal Almelo Samen. In hoeverre kan uw kennis van wet en regels helpen bij uw raadswerk? Nou, dat heeft u net kunnen meemaken, dat zou ik denken. In hoeverre is uw kennis van wet en regels up-to-date? Dus ik ben op de bestuursacademie heb ik gehad. Dat ging alleen maar over gemeentelijke regelgeving. Ik heb mijn eigen juridisch adviesbureau. En dat behelst op zich al dat ik bij moet zijn met alles wat in dat vlak ligt. U heeft, zoals u zegt, heel veel ervaring. Is voor het gemiddelde raadslid de wet en regelgeving niet zeer ingewikkeld geworden? Het is voor iedereen zeer ingewikkeld geworden. Voor iedereen. Sommige zaken, niemand dat snappen. Maar dat is ook zelfs met meesters in de rechten. Die kiezen allemaal hun eigen rechtssoort. Strafrecht, civielrecht, privaatrecht en dan heb je bestuursrecht. Omdat het niet meer te behappen is. Maar wat moet een gemiddeld raadslid dan doen om wel alles te kunnen doorgronden? Ja, dat is heel moeilijk. Dat is en zal heel moeilijk blijven. En ja, één ding is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Veel lezen. Dus goed de stukken lezen. Als ik u goed begrijp, dan staat een raadslid dus eigenlijk altijd met 1-0 achter. Ja, hij wordt gevoed natuurlijk, hè, vanuit het college en krijgt dan de voorstellen voor zijn neus. En daar moet hij dan wel wat van gaan bedenken. Maar als het heel erg juridisch is, ja, dan wordt het wel moeilijk. Want uiteindelijk gaat het om behoorlijk bestuur? Ja, zeker. Ja, maar ook om juiste regelgeving, wetgeving. Daar gaat het voor mij dan met name om.